Dames en heren, goedenavond. Heel hartelijk welkom bij de zondag op TV2. Over een klein uur begint de postcode bingo. Daarna krijgt u nieuws over buitenlands voetbal in NMS Studio Sport. En om kwart voor elf neemt Teliak het over met twee programma's. Dat zijn Op zoek naar Tutankhamon en De Natuurgids. Daarna krijgt u nog het laatste NOS journaal te zien. Nu het eerste deel van een nieuwe serie Tros Actua in Bedrijf. Het maandelijks zakenprogramma gepresenteerd door Tineke Verburg en Ed Nijpels. Maar ik geef eerst het woord aan Martijn Krabbe. Dit lijkt onaardig, maar hier op Schiphol is het van het allergrootste belang dat de start- en landingsbanen vrij zijn van vogels. Als er een keertje een je motor invliegt, dan is de ellende niet te overzien. Vandaar dat ze hier rondrijden met deze gele auto's. Dit is een zogenaamde kieviet. Die mensen proberen dan met geluidssignalen en als dat niet lukt met lichtkogels de vogels te verjagen. We are ready for take-off. De startbaan is vrij. Dit is Actua in Bedrijf. Goedenavond dames en heren, heel hartelijk welkom vanuit het World Trade Center in Amsterdam bij eindelijk weer een nieuwe aflevering van Tros Actua in Bedrijf. Ja, in de maanden dat wij afwezig waren, heeft het Nederlandse bedrijfsleven gelukkig niet stilgezeten. En dat heeft weer heel veel interessant materiaal opgeleverd voor een nieuwe reeks boeiende bedrijfsprogramma's. Ja, ondanks het feit dat het bedrijfsleven ook het afgelopen jaar weer te kampen had van de recessie, waren er toch ook weer opmerkelijke successen in binnen- en buitenland te melden. Zoveel zelfs dat wij ons vanaf nu niet meer alleen beperken tot één branche, maar in de eerste 20 minuten de meest uiteenlopende onderwerpen de revue laten passeren. Het tweede deel van het programma is nog steeds gewijd aan één onderwerp. En dat is vanavond, u zag het al, met Martijn, de luchthaven Schiphol. Ja, en voordat we dan naar Schiphol gaan, kunt u in het eerste deel van het programma onder meer gaan kijken naar een bijzonder exportsucces van een Zeeuwse glasfabriek, de oneindige mogelijkheden van ijzerdraad, de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van attractieparken, een Amerikaanse fietsenfabrikant die zich in het hol van de leeuw durfde te vestigen en een nieuwe vinding om vliegensvlug vleugels te vervoeren. We beginnen met het exportsucces van een glasfabriek uit Sas van Gent, met dank aan de tegenstanders van de Russische president Yeltsin, die met hun bezetting van het Witte Huis uiteindelijk hun eigen glaas ingooiden. Op 4 oktober van het vorig jaar werd in opdracht van president Yeltsin het Witte Huis in Moskou met tanks beschoten en vervolgens bestormd nadat opstandige parlementariërs zich daar hadden verschanst. Na 4 oktober werd de renovatie van het 18 etages hoge marmeren gebouw voortvarend ter hand genomen. De order voor de vervanging van de kapotgeschoten ruiten van het Witte Huis kwam terecht bij dit bedrijf in Sas van Gent. De Zeeuwse glasfabriek had eerder zonwerend glas geleverd voor een prestigieus hotel aan de Zwarte Zee en was daardoor en door de korte levertijd voor de Russen een logische keus. De levering voor het Witte Huis bestaat uit 10.000 vierkante meter gehard glas met een coating en 2500 vierkante meter normaal dubbel glas. En dat leverde het Nederlandse bedrijf 1 miljoen Amerikaanse dollars op. Zo schaart het Witte Huis in Moskou zich in de indrukwekkende rij van gebouwen die al van Zeeuws glas werden voorzien. In onder meer Salt Lake City, Sydney, Tokio, Washington en in Peking. Van het breekbare glas uit Zeeland nu naar een ijzersterk product uit Gelderland. Heel simpel, ijzerdraad.
Dit bedrijf in het Gelderse Terwolde zag 20 jaar geleden het gat in de markt, het knippen van ijzerdraad. Het ijzerdraad komt op grote rollen binnen in wel 100 verschillende diameters. Vervolgens wordt het exact op lengte geknipt. Daarbij is de kwaliteit uiterst belangrijk. Naast dat hij op de millimeter nauwkeurig moet zijn, mag de knip geen bramen achterlaten en moet de draad helemaal gaaf zijn. Door die kwaliteit, de capaciteit en de snelle levertijd werd het bedrijf marktleider in Nederland en liet het buitenland niet lang op zich wachten. Naast België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Denemarken wordt er nu ook geëxporteerd naar Canada en zijn er vergevorderde contacten met de Verenigde Staten. Want ook aan de andere kant van de oceaan begrijpen ze dat als er iets op maat moet worden gemaakt, het kleine Nederland daarvoor geknipt is. Meneer Van Bortel, als ik nou goed naar dat filmpje gekeken heb, dan bestelt u een heleboel ijzerdraad en u doet knip. Is dat nou alles? Dat is alles. Maar dat is erg veel. Want een wereld zonder ijzerdraad, dat is ondenkbaar. Als ik mag beginnen in eerste plaats met draad, wat men om oud papierbalen perst. Of gebruikt, wat een persdraad. Daarnaast, als ik hier zo'n staafje neem, leveren wij op maat. Dan maakt onze klant een rol van. Daarnaast een dikkere draad die men in de constructiewereld gebruikt, voor balkonhekken of roosters. Mm-hmm. Noem maar op, wat je hier uitgesteld hebt, je ziet het. Mm-hmm. Alles wat hier staat, dat leveren wij op maat. Ja. Maar als u nou van deze staaf, hè, deze, als uw klant daar weer deze rollen van maakt, dan kan hij toch zelf ook knip doen? Dat zou hij kunnen. Alleen, het punt is, die relaties die van ons, die 50.000 tot 200.000 kilo per jaar gebruiken, daar is het niet rendabel voor om zelf de apparatuur aan te schaffen. Want dan zou men bij diverse diameters 3 machines nodig hebben. Die hebben een capaciteit van 600 tot 900.000 kilo. Is niet. Dat halen ze er nooit uit. Nee, dat kan niet uit. Nee. Vandaar dat wij ons daarop gespecialiseerd hebben. Ja. En men bij ons komt. En hoe zoekt u nu steeds nieuwe klanten? Komt u daar bij toeval op terecht? Of? Bij toeval rondkijken. Ik kom regelmatig weer artikelen tegen en zeg, hey, dat is voor ons misschien iets, zit draad in. Ja? Ja. Want de wereld zonder draad, heb ik al net gezegd. Dus iedere keer weer, een voorbeeld is nu, de laatste jaren de kerstbomen, de kunstkerstbomen. Ja. Allemaal draad. Ja. En dan onze export die jaarlijks groeit. En zo komt u weer aan nieuwe klanten. Juist. Heel hartelijk bedankt en veel succes. Graag gedaan. Een manier om nieuwe klanten te werven is om op beurzen te gaan staan. En overal, over de hele wereld, kom je op beurzen Nederlanders tegen. Zo ook op de IAPA-beurs in Los Angeles. Enkele weken geleden werd er in het gloednieuwe Convention Center in Los Angeles de 75e IAPA-beurs gehouden. Een beurs met alle nieuwste ontwikkelingen op het gebied van attractieparken. It's a wonderful convention. There's so much to look at. We're having a great time. De meest vreemde wezens kom je op de beurs tegen, maar ook een paar goede bekenden. Wij hebben 3 jaar geleden voor het eerst ons gepresenteerd op de beurs in Orlando. En dat was een groot succes. We hebben voor anderen een aardig wat kunnen betekenen in deze branche. Deze beurs heeft tot nu toe opgeleverd, hij is pas 2 dagen oud, contacten in Saudi-Arabië, contacten in Engeland, in Amerika, waar we layouts moeten gaan maken voor nieuwe parken, delen van parken, en waar we ook onze hollebolle Gijs en figuren, animated figures, gaan leveren. Fraaie, elektronisch voortbewogen figuren komen behalve uit Nederland uit alle hoeken van de wereld. Deze Japanse heer heeft alleen een hoofd, maar wel een zeer expressief exemplaar. De techniek gaat ook op dit gebied steeds verder. Een paar gangen verderop vinden we een wereldberoemde leverancier van 8-banen uit het Limburgse Vlodrop. We hebben tot nu toe 200 coasters over de wereld. Hier in Amerika hebben wij vele projecten. Met name hier in Los Angeles hebben wij in Disney een baan geleverd. En ook in Knott's Berry Farms, daar staat eigenlijk Vekoma's meest attractieve baan, de boomerang, waarin je 6 keer over de kop gaat. Namelijk 3 keer in vooruit en 3 keer achteruit. Zeer uniek. We hebben een nieuw product ontwikkeld, dat staat hier aan de linkerkant.
En dat is een suspended coaster, of beter gezegd een coaster waar de trein onder de rails hangt. En de mensen krijgen het idee als ze aan de buitenkant van de looping zweven, dat ze inderdaad gewichtloosheid ervaren. En we hebben er nog 3 verkocht, 2 in Amerika en 1 in Japan. Voor mensen die voor geen goud in een echte rollercoaster stappen, komen er steeds meer simulators. Voor je ogen ontrolt zich een film, je stoel beweegt realistisch mee, maar je blijft toch veilig op de grond. 378 knots, get radio in. Captain, you forgot. We've got observers. Alpha 1 Cowboy, aboard pursuit. Hold on! Got him! He's making to the right. We've got a flame up. Hit the off-start. Power up. Engage. Breach your suit. Chief Wheeler, both mains are back online. Alpha 1 Cowboy, this is mission control. Abort now or observers will come. De Nederlandse luchtmacht was blij verrast toen ze een aantal maanden geleden de simulator van de Amerikaanse stealth-bommenwerper konden beproeven. In Los Angeles kon iedereen erin, al ging dat niet altijd even goed. En dit is ook een methode. Dit is een attractie waar Amerikanen gek op zijn. De dollars die je vangt, mag je houden. 2 Nederlandse parken vielen op de IAPA-beurs ook in de prijzen. De Efteling werd bekroond met een Brass Ring Award voor de beste buitenreclamecampagne. En Duinrel ontving de Wave Review voor de beste reclameposter in de categorie waterparken. Ik kom hier al zeker zo'n 20 jaar, zo niet langer. Ik ken veel mensen en op die manier kan je dus zelf weer gegevens uitwisselen. Als je van plan bent iets nieuws te kopen, kan je kijken naar een ander. Heb jij dat al gekocht? Welke leverancier is het beste? Hoe is de service? Enzovoort, enzovoort. En nu ben ik alweer bezig voor 95, 96. Maar wat dat is, dat ga ik nog niet verklappen. Onder de nieuwe attracties op de beurs, een levensechte strijd met buitenaardse wezens en natuurlijk virtual reality. Computerspelen waar je letterlijk middenin zit. Het wordt steeds gekker. Ik heb zoiets iets afschuwelijk gezien. Dat is dat ding wat daar staat. Dat is een skycoaster, heet dat. Waar je met die elastiek, die ken je wel, naar beneden gaat. Maar deze is nog veel, maar ook veel enger. Nou, of dat het ooit in Nederland haalt, denk ik niet. Als je op een beurs als deze bent, moet je nooit een korte termijn planning in je hoofd hebben. Dan moet je eigenlijk meer de trend voor de komende jaren proberen te ontdekken. En ja, die hebben we toch op verschillende manieren wel gezien. Er zijn 8 banen met nieuwe vormen, met nieuwe gags erin. En ja, die moet je aanzien komen, dat je daar op tijd straks op in kunt spelen. In iedere aflevering van Actua en Bedrijf willen wij vanaf nu gaan praten met een buitenlands bedrijf dat zich in Nederland heeft gevestigd. En zo hebben we vanavond een Amerikaanse gast in onze studio, een bedrijf dat zich heeft gevestigd in de Twentse Oldenzaal. Mr. Jones, van harte welkom in Nederland en in dit programma. U spreekt Nederlands? Ja, zeker. Ik woon al meer dan 10 jaar in Nederland. Dat is mooi. Wat doet uw bedrijf nou eigenlijk precies? Nou, wij zijn voornamelijk een verkoop- en distributiebedrijf, gevestigd in Oldenzaal. Voornamelijk bezig met de verkoop en distributie van fietsen en aanverwante artikelen. Onder andere fietstassen, fietskleding en iets dergelijks. Maar u maakt de fiets ook, u assembleert ze? Dat klopt. Wij assembleren de fietsen en de andere artikelen in Oldenzaal. Daarna worden dat verstuurd naar het buitenland toe. Voornamelijk EEG-landen, maar ook niet-EEG-landen zoals Zwitserland, Oostenrijk, Scandinavische landen, maar ook naar de voormalige Oostbloklanden. Is dat een beetje gek eigenlijk, een buitenlands fietsenbedrijf dat zich vestigt in een fietsland als Nederland bij uitstek is? Ja, eigenlijk wel. Het was onze bedoeling nooit om iets te vertellen aan Nederlanders over fietsen. Absoluut dat niet. Dat lukt niet, hè? Absoluut niet. Nee, zeker niet. Maar Nederland is bekend als distributieland, gateway to Europe. En wij zijn eigenlijk begonnen al 89 in Engeland. Maar het werd gauw geconstateerd dat een vestigingsplaats op het vasteland eigenlijk nodig was, beter was. En daardoor hebben wij voor het vasteland gekozen. En we zijn dan toen naar Nederland teruggekomen. U bent een Amerikaans bedrijf, een Engelse directeur, gevestigd in Nederland. Wat valt u nou op eigenlijk als buitenlander in Nederland? Nou, buiten de klompen en windmolens om natuurlijk. Wat valt op is, de Nederlanders zijn meestal perfectionisten. Zij willen alles, echt alles in de puntjes geregeld hebben. Dat willen we graag horen. Ja, dat klopt. Soms is dat een beetje vervelend, want soms werkt dat veel tijd, kost veel geld, bergpapier. En men kan af en toe een stukje animo verliezen, tempo verliezen.
De voordeel natuurlijk is dat als iets geregeld is, dan loopt het meestal heel soepel en zonder te veel grote problemen. En daar gaat het eigenlijk om. U bent heel tevreden over Nederland? Absoluut. Wij hebben meegemaakt in de afgelopen vijf jaar, een verhoging van onze omzet 30% per jaar. Wij zitten nu dicht bij de 70 miljoen guldens per jaar op dit moment. En wat dat betreft willen wij graag in Nederland blijven. Meneer Jones, heel veel succes. Dank u wel. We hebben allemaal wel eens zo'n dag, hè, dat je 's morgens opstaat en helemaal geen zin hebt om naar je werk te gaan. Zeker niet als je er ook nog elke dag voor in de file moet staan. Nou, dan is dit een prachtige oplossing. Telewerken. Journalisten in de Tweede Kamer hoeven niet meer naar hun redactie om de informatie te verwerken. De typemachine is vervangen door een personal computer en modem die voor een directe verbinding tussen het parlementsgebouw en de redactie zorgen. We noemen dat telewerken. Telewerk is werk dat voor minstens één dag per week op afstand van de werkgever wordt verricht. De afstand wordt daarbij overbrugd met computer, modem, fax en telefoon. Er zijn vele voordelen. Minder files, flexibele werktijden, minder kosten en een hogere productiviteit. Op dit moment zijn er in Nederland al 80.000 telewerkers. Bij dit automatiseringsbedrijf in Utrecht telewerken al 900 van de 3.000 mensen. Nieuwe technieken zullen het ook steeds makkelijker maken, zoals een beeldtelefoon op het computerscherm. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een voorloper op het gebied van telewerken. Hier is ook een steunpunt opgericht dat medewerkers en diensten adviseert over de invoering van telewerken. Daarnaast ondersteunt het ministerie initiatieven zoals het telewerkkantoor in Purmerend. Mensen uit die omgeving die thuis geen mogelijkheden hebben, maar die toch willen telewerken, kunnen hier terecht. Ja, en telewerken wordt in ons land bevorderd door het platform Telewerken Nederland. En zij loven dit jaar voor het eerst de telewerkprijs uit. Heeft uw organisatie of bedrijf nou een lopend project op dit gebied waarvan u denkt dat anderen daar nog wat van kunnen opsteken, dan kunt u meedingen naar deze prijs. Behalve volledige projecten kunnen ook aspecten die het telewerken makkelijker maken worden ingediend voor de prijs. Bijvoorbeeld hard of software dat bijzonder geschikt is voor dit doel of bijvoorbeeld een ontwerp voor een werkplek. Nou, voor alle informatie over deze prijs kunt u vanaf morgenochtend terecht op het volgende telefoonnummer. 070-350-7171. En de resultaten van deze Telewerkprijs 94 kunt u zien in onze uitzending van 1 mei aanstaande. Hebben we heel veel moeite gedaan om hier een vleugel de studio in te krijgen. Jij zit een beetje schuin liedjes te spelen hier. En het klinkt helemaal nergens naar. Deze plaat is niet zo chagrijnig en ik vind dat ik vind dat reuze meevalt. Wat, dat spelen van jou? Nee, nou, kunnen we even allemaal boer roepen? Die moeite voor de piano, je hebt zeker nooit gehoord van de GPT. De GPT? Nee. Wat is dat? Leg maar eens even op. Oh, als jij niet meer speelt, wil ik opletten. Door hun omvang en hun gewicht, zo'n 500 kilo... is het vervoeren van concertvleugels altijd een uiterst lastig karwei geweest. Maar daar lijkt een eind aan gekomen. Een kaart, alsjeblieft. Waar er vroeger minstens 3 bodybuilders aan te pas moesten komen om een vleugel te versjouwen, kan nu 1 man op zijn dode gemak het werk doen dankzij een nieuwe uitvinding, de Grand Piano Transporter. Doordat de vleugel hydraulisch is gekanteld en in een speciaal ontworpen kist vervoerd wordt, is het risico van beschadigingen tot een minimum beperkt. De transporter is overigens geschikt voor ieder type vleugel. De vleugel kantelt hydraulisch over zijn eigen middelzwaartepunt en kost daardoor maar weinig kracht. Waarschijnlijk zal de pianist zich straks meer moeten inspannen. Touchdown. De transporter wordt weggereden en het concert kan beginnen. Ja.
ik ben heel erg blij dat Ed nog even kan horen hoe het dus echt moet. Dat was pianist Ad de Roy. En aan het einde van de uitzending zien we hem nog eventjes terug. En dan kunnen we in die tussentijd dit misschien ook nog weer even rechtzetten. Hoe dan ook, meneer Rodenburg. Het lijkt een idee waar enorm veel muziek in zit. U bent een van de twee uitvinders. Ja. Hoe bent u nou op dat idee gekomen? Nou, het is mijn compagnon die verzorgt het transport van slagwerkinstrumenten. Toen hij 3 jaar geleden zag hoe 4 concertvleugels het Paradiso in Amsterdam binnengebracht werden, toen dacht hij van nou, dat moet beter kunnen. Hoe ging dat ongeveer? Ja, dat ging toen nog met een touwtje en een dekentje met pijn en moeite. Heel ouderwets. We zijn de avond bij elkaar gaan zitten en na een paar uur hadden we wat schetsen op papier. Met die schetsen zijn we vervolgens naar een octrooibureau gegaan, hier in het World Trade Center, en hebben we patent op het idee aangevraagd. Goh, het is werkelijk een schitterend ding. Dan heb je daar patent op. En hoe gaat het dan verder? Nou, we hebben een machinefabriek in Zaandam gevraagd of ze een prototype wilden ontwikkelen. Nou, met dat prototype zijn we verder naar een muziekbeurs in Frankfurt gegaan. En de reacties daar waren dermate positief dat we financiers gevonden hebben om de Grand Piano Transporter verder te ontwikkelen. En wat verwacht u daar nou verder zakelijk van? Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een marktonderzoek en analyse voor Nederland gemaakt. Als je die analyse doortrekt naar het buitenland, dan verwachten wij binnen 10 jaar zo'n 3000 Grand Piano Transporters wereldwijd af te kunnen zetten. 3000 aan wie bijvoorbeeld? Ik denk hierbij niet alleen aan theaters en transporteurs, ik denk ook aan pianisten zoals vroeger Arthur Rubinstein, zoals nu Elton John. Ja, die spelen het liefst op hun eigen concertvleugel als ze op tournee zijn. Ik wens u heel veel succes. Ik hoop dat dit vervoer van vleugels een enorm hoge vlucht gaat nemen. Okay, heel hartelijk bedankt. Ja, nu we het toch hebben over vleugels en hoge vluchten, geloof ik dat dit Martijn moet zijn. Heerlijk weer om te zien, vindt u niet? We kijken wat ik ben hoor. Oh, wat mooi zeg, daar ligt het WTC. Kan het mooi zwingen. Tieneke, Ed! Yo! Als ik bij het WTC zit, dan moet ik vlak bij Schiphol zijn, hè? Kijk hoor, ja, daar ligt het. Nou, even geduld, hè. Even wachten. Landing vind ik toch altijd het moeilijkst, hoor. Ho! Oh. Wow! Zo. Nou, we zijn geland op Schiphol, in het AVO Dome om precies te zijn. En dat alles dankzij deze prachtige oude vliegsimulator. Met dit apparaat heeft de Rijksluchtvaartschool van 1946 tot 1967 verkeersvliegers opgeleid. In dit ding, kunt u het zich voorstellen. We gaan rondkijken op Schiphol straks, maar nu eerst terug naar Tieneke en Ed. Een maand geleden werd bekend dat Schiphol Rome voorbij is gestreefd en nu officieel de 4e luchthaven van Europa is. Ja, dat klopt als je alleen naar de omvang kijkt, maar uit wereldwijde kwaliteitsonderzoeken blijkt dat Schiphol na Singapore wordt beoordeeld als de beste luchthaven ter wereld. Waarbij het dan grappig is om te vermelden dat Singapore is gebouwd naar het voorbeeld van Schiphol. Een paar cijfertjes. Per jaar maken ruim 20 miljoen passagiers gebruik van onze luchthaven. Wordt er 1 miljoen ton vracht vervoerd en zijn er ruim 250.000 starts en landingen. Dat alles geeft een jaaromzet van maar liefst 600 miljoen gulden. Hoe denkt nou het Nederlandse publiek over haar nationale luchthaven? Dat werd voor ons onderzocht door Heliview Marketing Service. En we gingen zelf de straat op en vroegen, zou u op Schiphol willen werken? Wat vindt u van de uitbreidingsplannen? En als eerste vroegen we, wat vindt u eigenlijk van de luchthaven Schiphol? Goede voorzieningen, snel inchecken, snel afhandelen. Uitstekend, ja. Nou, mooie haven, mooie vliegtuigen. Het is leuk om daar te kijken uit het restaurant. Ik ben er nog nooit geweest. Op zich is het natuurlijk een prachtige luchthaven waar veel mogelijkheden zitten, waar veel een bedrijf te doen is. Maar als je er vlakbij woont, dan is het een ramp. Wat vindt u van de luchthaven Schiphol? Goed, positief, prima, zegt 23%. Groot, zegt 8%. Van de overige antwoorden die 67% geeft, is 10% minder positief. Slechts een zeer klein gedeelte spreekt zich zeer negatief uit. 14% tenslotte weet het helemaal niet. Zou u op die luchthaven willen werken? Ja, het is niet aan de orde, maar ik zou er wel willen werken. Ja, ik vind het een aangename omgeving. Nee, lijkt me niks. Nou, grondstuurmanis of zo, ja, dat zou me best wel. Nou, dat lijkt me niks om daar de hele dag met zo'n glimlach om de mensen maar naar hun zin te maken rond te lopen. Dat lijkt me niet echt leuk. Zou u willen werken op Schiphol? Ja, zegt 38%. Nee, zegt 60%. Weet niet, zegt 2%.
Wat vindt u van de uitbreidingsplannen van Schiphol? Ik denk dat we moeten in Nederland. Ik denk dat we daardoor onze positie kunnen verstevigen in Europa, in de wereld. Dus ik vind het een hele goede zaak. Ja, ik kan dat makkelijk zeggen. Ik hoef niet meer te werken. En ik krijg mijn geld toch wel. Maar de mensen die nog moeten werken, daar wordt zoveel werkgelegenheid, komt er misschien bij. En daar moeten we ook een beetje rekening mee houden natuurlijk. Hè? En dan zeg ik van ja, breid dan maar uit. Schandalig. Waarom vindt u dat schandalig? Veel te grootschalig. Er is al herrie genoeg. Maar ik heb er geen last van, want ik woon er ver vandaan. Vindt u dat Schiphol moet uitbreiden? Ja, zegt 55%. Nee, 31%. En weet niet, zegt 14%. Meneer Smits, de meeste ondervraagden die denken heel positief over uw luchthaven. Is dat een reden voor u om nou tevreden achterover te leunen? Beslist niet. We zijn inderdaad de beste in Europa al jarenlang en de tweede in de wereld. Maar het is net als in de topsport. Er komen is één, maar er blijven is eigenlijk veel moeilijker. En wat doet betekent, u nou om goed te blijven? En dat betekent dat we voortdurend onze passagiers vragen naar de ervaring op Schiphol. 3 keer per jaar doen we dat. Een groot kwaliteitsonderzoek waarbij we allerlei suggesties van hun vernemen of het beter kan. En betekent dat in de praktijk nu ook dat u aan de hand van zo'n onderzoek allerlei verbeteringen doorvoert? Zeer zeker. Om u daar een voorbeeld van te geven. Bagagekarretjes, u kent het. Er waren klachten, er waren er te weinig en ze waren slecht. Dus we hebben nieuwe bagagekarretjes laten ontwerpen en ook veel meer. Nou, die klachten verdwijnen dan. Ander voorbeeld, ons parkeerproduct. Er zijn nogal wat klachten. Binnen 1,5 jaar kunnen afhalers en wegbrengers weer voor de afhaalvertrekhal bij ons parkeren in een parkeergarage. Dus we zijn er daadwerkelijk voortdurend mee bezig. De Nederlanders denken dus heel positief over de luchthaven, maar eigenlijk toch wat negatief over de uitbreiding. Zo'n 31% zegt nee tegen de uitbreiding. Baart u dat zorgen? Een klein beetje, maar ik kijk in eerste instantie naar die 55% die natuurlijk ja zegt tegen de uitbreiding vanzelf. De regering heeft nu naar onze mening goed besluit genomen. Een evenwicht tussen milieu en economie. Desalniettemin, de inspraak start nu, komende 1,5 jaar. En dat betekent naar onze mening dat nu goed iedereen zijn zegje kan doen. En dat betekent dat ik verwacht dat daar waar een geluid ja, toch iets wat eerder in het nadeel werkt dan een baan, want die zie je niet, hoop ik dat de komende inspraakperiode evenwicht zal brengen, ook in die afweging. En dan heb ik volle vertrouwen in de einduitkomst van die inspraak. Het werken op een luchthaven of in de luchtvaartbusiness is eigenlijk voor heel veel mensen een oud ideaal. Wat trekt u nu zo in om directeur te zijn van Schiphol? Dit is een soort metropool, een kleine. Duizenden mensen per dag. Ik loop regelmatig in de hallen. Je ziet dan afhalers, wegbrengers, mensen die vrolijk op heis gaan. Soms een beetje verdrietig terugkomen. En dan zie je dat ondanks al die gebouwen, al die techniek, het mensenwerk is. En dat betekent, ze staan hier ook om ons heen. Mensen van de KLM, mensen van de NV Luchthaven Schiphol. Dat uiteindelijk mensen het werk doen. En dat al die duizenden mensen gastheer of gastvrouw zijn van de luchthaven. En dat boeit mij enorm. Wat u betreft een van de mooiste bedrijven van Nederland. Zeer zeker. Meneer Smits, hartelijk dank. Graag gedaan. Zo zag Schiphol eruit tot 1967. Het oude Schiphol bestaat nog steeds. Dit stuk platform was vroeger de hele luchthaven. En daarbovenop stond de oude verkeerstoren. En dit hier, dat is het oude aankomst- en vertrekgebouw. Op dit balkon bijvoorbeeld stonden de Beatles toen zij in 1964 een bezoek brachten aan Nederland. Na de oorlog werd er een nieuw Schiphol-complex gebouwd. Dat ligt daar verderop allemaal. En het oude Schiphol verdween toen achter de hangars. Het heet nu Schiphol Oost. Op 16 september 1916 hoorden boeren in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van het oude Fort Schiphol een gebrom in de lucht. Even later landde een wankelvliegtuigje op het hobbelige weiland en waren ze getuigen van het begin van de luchthaven Schiphol. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het terrein vanwege de strategische ligging gebruikt als militair vliegveld. Na de oorlog ontstond het idee om de voormalige legervliegtuigen te gaan gebruiken voor het vervoer van burgers. In 1926 werd het deel dat bestemd was voor de burgerluchtvaart overgenomen door de gemeente Amsterdam in verband met de Olympische Spelen van 1928. Speciaal daarvoor werd er ook een nieuw stationsgebouw gebouwd. Landen deed men nog op gras. Pas in 1938 kwam er, omdat de vliegtuigen steeds groter en zwaarder werden, een verhard banenstelsel. In december 1943 maakten 208 Amerikaanse bommenwerpers het inmiddels door de Duitse bezetter veelgebruikte vliegveld binnen 1/2 uur met de grond gelijk. Onder leiding van Schiphols eerste stationschef en havenmeester Jan Dellaert werd er direct na de oorlog begonnen met de wederopbouw. En in 1946 wees het Rijk Schiphol aan als nationale luchthaven van Nederland.
De komst van het eerste straalverkeersvliegtuig in 1958 luidde een nieuw tijdperk in. De passagiersaantallen gingen drastisch omhoog en Schiphol moest uitbreiden. Het nieuwe Schiphol werd 2,5 kilometer ten westen van de oude luchthaven aangelegd. Het revolutionaire ontwerp van havenmeester Jan Dellaert voorzag in de aanleg van 1 centraal stationsgebouw en 4 start- en landingsbanen die het mogelijk maakten bij elke windrichting te blijven landen en starten. In 1967 werd Schiphol Centrum geopend door koningin Juliana. Niet alleen de ruim 20 miljoen passagiers die Schiphol jaarlijks aandoen, maar ook hun koffers worden met alle zorgen omringd. Alle bagage krijgt bij het inchecken een label met een barcode. Vanuit een grote regiekamer worden alle lopende banden in de gaten gehouden. De code op het label wordt door computers gelezen en automatisch wordt de koffer naar het juiste vliegtuig doorgestuurd. Er komen steeds meer mogelijkheden om al in te checken voor men in de vertrekhal aankomt. Dat kan op NS-stations in Den Haag en Rotterdam, maar ook op het P3-parkeerterrein op Schiphol. Vlak bij de auto kan de koffer al worden afgegeven en dat scheelt dus flink in het sjouwen en in de wachttijd. Voorlopig geldt deze service overigens alleen nog voor vluchten van de KLM. Om de groei van het vrachtverkeer te kunnen opvangen, werd het vrachtplatform van Schiphol Centrum 2 keer uitgebreid en bouwde de luchthaven in de jaren 80 een geheel nieuw vrachtareaal, Schiphol Zuid, met een groot platform voor vrachtvliegtuigen. Onze vaderlandse luchtvaartmaatschappijen zijn heel goed in het vervoeren van levende haven. In het transport van paarden is de KLM wereldwijd nummer 1, terwijl Martin Air specialist is op het gebied van eendagskuikens, die bijvoorbeeld binnen 1 dag in Saoedi-Arabië moeten zijn. Vliegtuigen worden tot op 30 kilometer van Schiphol begeleid door de algemene verkeersleiding. Daarna neemt de naderingsverkeersleiding het over. De landing en het vertrek wordt tenslotte begeleid vanuit de verkeerstoren. Deze toren, die in 1991 binnen een maand van de grond af werd opgetrokken, is met zijn 101 meter de hoogste verkeerstoren ter wereld. Kellen 125, startup is approved. Runway 24, information Charlie, clearance to London Heathrow, Falco departure, squawk 2134. U kunt zich voorstellen dat vliegtuigen behoorlijk te lijden hebben van het weer. Op 10 kilometer hoogte kan het flink spoken. Ik bedoel, ik zit 180 centimeter boven de grond en ik vind het al koud. Vliegtuigen moeten erg goed onderhouden worden en dat gebeurt natuurlijk door uitermate goed opgeleid personeel. Wow. Jeetje, waar moet ik nou beginnen? Dit is een Boeing 747, dat is zowat het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. En hij staat hier in hangar nummer 14 en dat is de grootste hangar op Schiphol. Eigenlijk een groot onderhoudscentrum, want ze hebben hier een compleet eigen werkplaats. Erg nuttig bij het onderhoud van de vliegtuigen is het gebruik van de zogenaamde hydraulische platforms. Ze hebben er 6, waarmee de vliegtuigen vanuit iedere hoek en op iedere gewenste hoogte benaderd kunnen worden. Deze Boeing 747 heeft er nu 4.500 vlieguren op zitten. En dat betekent dat hij een zogenaamde FC-inspectie moet ondergaan. Met andere woorden, er moeten wat onderdelen worden vervangen. Meneer de regisseur, ik ken een heel leuk restaurantje in Rio. Zullen we het doen? Dat lijkt me een goed idee. Is een goed plan, hè? Gooi jij de deur even dicht? Fijn. Oké, cabin crew, yellow door selectors to automatic. Cabin crew kan doorkomen met de hapjes en de drankjes. Meneer de Hartog, is het nou zo dat wij binnenkort dit programma bijvoorbeeld op ons eigen beeldschermpje in het vliegtuig kunnen zien? Ja hoor, dat kan. Vanaf 1 april hebben we personal video op al onze 747 MD-11 vliegtuigen. Dus 7 kanalen in de business class. Chico, prima. Ja. Even teruggaan naar Schiphol. Hoe belangrijk is onze nationale luchthaven
van onze Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Ja, een goede thuishaven is voor onze maatschappij echt van levensbelang. We hebben Schiphol nodig qua capaciteit en qua kwaliteit om passagiers en vracht betrouwbaar van en naar Schiphol te kunnen blijven vervoeren. Heeft Schiphol u ook nodig? Ja, in alle bescheidenheid. Ik denk dat Schiphol zonder ons zijn aspiraties voor Mainport wel kan vergeten. We vinden dat er in Den Haag een wijs besluit genomen is. Schiphol kan beheerst groeien en de belasting van het milieu blijft beperkt. Is Schiphol voor u nou een dure thuishaven? Nou, Schiphol is niet echt goedkoop als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Brussel of de thuishavens van een aantal van onze Amerikaanse concurrenten. Daarom, men houdt de kosten wel in de hand, maar we vinden dat waakzaamheid geboden is. En daar doen we dan ook bij, zowel bij de luchthaven als bij de overheid, constant een beroep op. In de uitbreidingsplannen is ook heel veel plaats gemaakt voor het vervoer per trein, die hogesnelheidslijn bijvoorbeeld. Ja. Is dat geen concurrentie voor u? Nee, integendeel. Voor afstanden zo'n paar honderd kilometer rondom Amsterdam kun je eigenlijk veel beter de trein gebruiken om passagiers aan en af te voeren. Kunt u dat nou zeggen? Zijn er toch ook bestemmingen van u? Ja, maar het is voor plaatsen in België en in het Ruhrgebied veel efficiënter en ook beter voor het milieu als je daarvoor de trein benut. Dus u bedoelt mensen die van niet zo ver komen, die moeten naar Schiphol komen en dan de lange afstand gaan maken? En dan hun vliegreis beginnen, ja. Vanaf Schiphol. Ja, op het ogenblik is het zo dat 26% van de luchtreizigers met het openbaar vervoer komt en we vinden dat dat in het jaar 2000 tot een procent of 40 gestegen moet zijn. Ja. Ik wens u heel veel succes. Dank u wel. Schiphol wordt steeds mooier en groter. Zo is bijvoorbeeld vorig jaar deze nieuwe terminal gebouwd. Terminal West. En daarmee kan Schiphol met een gerust hart de 21ste eeuw in. Deze nieuwe terminal zal hoofdzakelijk worden gebruikt voor passagiers van buiten de EG. En het is een hele mooie, ruime en comfortabele terminal geworden en creatief ingericht. Er zijn een hoop kunstzinnige ontwerpen terug te vinden die allemaal te maken hebben met zee en havens. Wat lucht op. Zo. Goedemiddag, Captain Krabbeek. Wilt u misschien wat drinken? Biertje misschien? Ik moet nog vliegen. Dat kan misschien beter niet doen, hè? Dan. Kopje koffie dan maar. Tja, dan een kopje koffie. Graag. Het eerste deel van Terminal West is in mei 1993 geopend. De capaciteit van het luchthavenstationsgebouw is daarmee gegroeid van circa 18 miljoen passagiers naar 27 miljoen per jaar. Een aantal dat Schiphol rond de eeuwwisseling verwacht. De oude borden met vluchtinformatie zijn vervangen door moderne monitoren die de passagiers, brengers en afhalers overal in het gebouw op de hoogte houden van de juiste aankomst en of vertrektijden. Natuurlijk vinden we hier ook de tax-free winkels, waaruit Schiphol jaarlijks maar liefst 1/6 deel van haar omzet realiseert. De nieuwe Westhal zit vol verrassingen. Zo tref je midden in het gebouw opeens een echte Amsterdamse bruine kroeg aan, waar zenuwachtige passagiers zich voor hun vlucht nog even moed kunnen indrinken. De toiletten op Schiphol worden 12 keer per dag schoongemaakt en in de urinoirs vinden we de inmiddels wereldberoemd geworden vlieg. Doordat de heren geneigd zijn daarop te mikken, wordt er minder gespetterd. Voor zakenmensen die hun wachttijd efficiënt willen benutten, is er het Business Center met vergader- en kantoorruimtes en uitgebreide telecommunicatiefaciliteiten. Ook aan de kinderen is gedacht. Voor de allerkleinsten is er een babykamer. Oudere kinderen kunnen terecht in een speelhoek vol mogelijkheden, van glijbanen tot computerspelletjes. Wie voorafgaand aan een vlucht of op doorreis in het terminal zelf wil overnachten, kan zich melden bij het Terminal Hotel. Een unieke accommodatie, omdat het achter de douane ligt. Ook overdag kan men hier terecht om een paar uurtjes bij te komen in een van de 35 één- of tweepersoonskamers. Daarnaast is er de mogelijkheid om je heerlijk op te frissen in een persoonlijke doucheruimte. Als straks de grenzen binnen Europa verdwenen zijn, zal het hele luchtverkeer zich concentreren op een beperkt aantal grote luchthavens. In het belang vooral van de Nederlandse economie wil Schiphol zo'n mainport worden. Om dat te bereiken is in 1988 een masterplan opgesteld. Van de naar schatting 30 miljard die tot het jaar 2015 besteed zullen worden, is 9 miljard bestemd voor treinverbindingen. Het aantal sporen en perrons wordt verdubbeld voor de hoge snelheidstreinen uit Duitsland en Frankrijk.
Het zogenaamde plan van aanpak voorziet ook in de aanleg van een vijfde baan ten westen van de Zwanenburgbaan. Omdat de aan- en afvliegroutes van deze baan voor een groot deel over vrijwel onbewoond gebied lopen, kan de overlast sterk verminderen. Toch komen er veel protesten van milieugroepen en omwonenden. Op 17 december jongstleden besloot het kabinet Lubbers om te investeren in de uitbreiding van Schiphol. En het is daarbij de bedoeling om het milieu zoveel mogelijk te sparen en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Op één punt blijven de milieugroepen echter hameren en dat is de geluidhinder. Als je hier staat kan je daar wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, het is een prachtig gezicht, maar een lawaai! Meneer Telis, u bent de directeur Mainport en Milieu van Schiphol, een hele mond vol. Wat betekent dat eigenlijk precies? Het staat voor de uitwerking van het in 1991 vastgestelde plan van aanpak Schiphol en omgeving. Dat plan is door 6 partijen ondertekend. Het Rijk, de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam, de luchthaven Schiphol en de KLM. Kunt u nou in het kort uitleggen wat dat plan van aanpak precies betekent? Het plan gaat uit van het realiseren van een dubbele doelstelling. Aan de ene kant ruimte geven voor Schiphol om zich te ontwikkelen tot een van de toonaangevende luchthavens in Europa. En aan de andere kant, ondanks groei van het verkeer, de geluidbelasting ten opzichte van de situatie van nu aanmerkelijk te verminderen. 17 december heeft het kabinet een positief besluit genomen over de uitbreiding van Schiphol. De indruk bestaat toch dikwijls, niet alleen bij de milieubeweging, maar ook bij andere mensen in het land, dat het milieu wat bekaard is afgekomen. Deelt u die mening? Nee, dat vind ik heel erg jammer dat men het zo eenzijdig benadert. De onderzoeksrapporten geven de keiharde cijfers aan. Het kabinetsbesluit bevat ook het evenwicht tussen die dubbele doelstelling. Zij dat een hele kleine concessie is gedaan op de economische ontwikkeling en misschien op termijn ook op de milieudoelstelling die was overeengekomen. Maar sowieso betekent het met al die maatregelen, wat heel veel geld kost, een vermindering van de geluidbelasting en op de andere milieucomponenten in ieder geval niet de verslechtering en vaak het niveau handhaven. De milieubeweging in Nederland die blijft verontrust over die uitbreiding. De Stichting Natuur en Milieu heeft zich een beetje als een spreekbuis aangediend van de milieubeweging. Deelt u hun kritiek? Wat vindt u daarvan? Ik moet zeggen, we hebben goede contacten met de stichting. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook als je van mening verschilt. De stichting heeft toegang tot al onze gegevens en ook tot onze rekenmethodieken. Betekent dat ze alles mogen gebruiken wat u ook gebruikt in uw project? Ze mogen alles verifiëren of de aannames juist zijn. En laten we afwachten wat dat oplevert, of zij hun kritiek handhaven of misschien wat milder zullen zijn in hun oordeel. Heeft u daar begrip voor? Want u zegt die geluidsbelasting die wordt minder, maar als het gaat om de veiligheid, als het gaat om de verontreiniging van de lucht, zegt u stand still. Als ik over veiligheid praat, en dat is heel terdege onderzocht, kunnen we constateren dat het nu al hoge veiligheidsniveau zeker gehandhaafd kan blijven. Dat op het gebied van de luchtverontreiniging geen verslechtering zal optreden. Hetzelfde geldt voor stankhinder. En dat is heel opmerkelijk als je toch moet realiseren dat er een enorme groei van het verkeer is. Maar door dat hele pakket van maatregelen is deze doelstelling te realiseren. Meneer Telis, hartelijk dank. Graag gedaan. Kom, honden weer. Nou, dit zal collega Martin Gauws aanspreken. Ze hebben hier op Schiphol een echt dierenhotel. Alle dieren die op Schiphol aankomen of hier vandaan vertrekken, die worden hier opgevangen. De beestjes worden hier natuurlijk perfect verzorgd. En net voordat ze aan een lange reis beginnen, worden ze uiteraard nog even uitgelaten. Deze hond moet bijvoorbeeld helemaal naar Tokio. Nou, dat is nog wel een eind voor een hond natuurlijk, hè. Prettige vlucht. De ruim 20 miljoen passagiers die elk jaar Schiphol aandoen, worden gecontroleerd door zo'n 450 douaniers. Naast de reguliere controle is sinds oktober 1992 het Schiphol-team actief. Een samenwerking tussen de douane en de marechaussee. Dit team is opgericht ter bestrijding van drugscouriers en met succes. In hun eerste jaar werden 410 personen aangehouden met in hun bezit 1257 kilo harddrugs en 1860 kilo softdrugs.
Ook het vrachtverkeer, zoals bijvoorbeeld deze partij vlees, wordt door de douane nauwkeurig gecontroleerd. In overeenstemming met de bepalingen van de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart houdt Schiphol om de 2 jaar een grote alarmoefening. Hierbij wordt een vliegtuigongeval nagebootst en gekeken of de hulpverlening en andere maatregelen goed functioneren. Na afloop van de oefening worden aan de hand van de ervaringen de alarmregelingen zo nodig bijgesteld, zodat men altijd is voorbereid op een gebeurtenis die hopelijk nooit zal voorkomen. Natuurlijk hangt het functioneren van een luchthaven ook nauw samen met de weersomstandigheden. Zomers is er meestal geen vuiltje aan de lucht, maar een ouderwetse Hollandse winter kan het hele verkeer lam leggen. Speciaal voor die omstandigheden beschikt Schiphol over een goed toegeruste sneeuwploeg die in staat is om binnen enkele uren de banen en platformen weer geheel sneeuwvrij te maken. Niet alleen voor buitenlandse passagiers, maar ook voor buitenlandse bedrijven wordt Schiphol steeds aantrekkelijker. Speciaal voor hen verrijzen op het terrein voor de terminals kantoorcomplexen, waaronder een heus World Trade Center, het tweede in Amsterdam. Rond de luchthaven zorgt onder meer de Schiphol Area Development Company voor de ontwikkeling van bedrijfsparken. Grote buitenlandse concerns zien de voordelen van een vestiging in het hart van Nederland, distributieland bij uitstek. Zo vinden we vlakbij de luchthaven het hoofdverkoopkantoor en distributiecentrum van een grote Japanse fabrikant van kopieerapparaten, faxmachines en laserprinters. Een dynamisch bedrijf. De producten die gemaakt worden in Japan en Hongkong worden vanuit dit semi-geautomatiseerde distributiecentrum verstuurd naar 13 eigen vestigingen binnen Europa, waaronder Engeland, Finland, Frankrijk en Italië, en onafhankelijke importeurs in Afrika en naar het Midden-Oosten. Goedemiddag. Nederland is gastvrij en dat merk je natuurlijk ook hier op Schiphol. Steeds meer buitenlanders vinden hier op onze nationale luchthaven de sfeer van hun eigen land terug in deze speciale lounges. Hello, could I have one sake, please? Certainly, sir. Yes. De passagiers van een Japanse luchtvaartmaatschappij hebben kort geleden de beschikking gekregen over deze speciale Sakura Lounge, oftewel de Kersenbloesem Lounge. En die is van alle gemakken voorzien. Sir? Thank you. Hupsakee. Heb je een uurtje vertraging, is dat helemaal niet erg natuurlijk, hè, op zo'n manier. Meneer Trommels, u bent directeur van de SADC. Wat houdt dat precies in? Dat is de afkorting van Schiphol Area Development Company, oftewel in het Nederlands de Schiphol Ontwikkelingsmaatschappij. En dat is een nog jong bedrijf dat rond Schiphol gronden koopt. Die gronden vervolgens ontwikkelt als bedrijfsterrein, als hoogwaardig bedrijfsterrein. Voor bedrijven, en dat zijn met name buitenlandse ondernemingen die een binding met Schiphol hebben. Bijvoorbeeld Europese distributiecentra of hoofdkantoren. En is het buitenland er erg in geïnteresseerd? Ja, we hebben, ik mag wel zeggen, sinds 5 jaar geleden toen we begonnen een vliegende start gehad. Met name doordat in het begin een aantal Japanse bedrijven zich gevestigd heeft. En die hadden soms zo'n haast dat we al voordat we begonnen met bouwrijp maken al hun moesten helpen aan een kavel en via noodwegen die kavels bereikbaar maken. Dat is goed gegaan. Op dit ogenblik, zoals u weet, stagneert de economie enigszins. En dat betekent dat we onze marketinginspanning nu moeten vergroten. Hoe doet u dat? Nou, dat doen we op verschillende manieren. Maar om een voorbeeld te geven, in de Verenigde Staten zijn we nu in het zuidoosten, de regio rondom Florida, bezig met een bepaald plan waarbij we de doelgroep van onze bedrijven daar direct benaderen met een vragenlijst en informatie over Nederland en over Amsterdam en Schiphol. Waarom nou die regio? Nou, omdat dat een van de snelst groeiende regio's is in de Verenigde Staten, waar ook bedrijven gevestigd zijn in sectoren als elektronica en medische technologie die voor ons juist van belang zijn. Is er nou wel nog genoeg ruimte rondom Schiphol? Er is nog genoeg ruimte, zeker. We hebben ook voldoende gronden kunnen kopen voor de langere termijn. Hoewel ik moet zeggen dat we afgelopen jaren daarmee wel last hebben gehad van grondspeculatie die rondom Schiphol heeft plaatsgevonden. Doet u dat eigenlijk zelf ook niet een beetje? Zo grond opkopen en het weer duur verkopen?
Nou, wij kopen uiteraard grond, maar wij doen dat toch omdat we dat doen in het verlengde van het overheidsbeleid. En u begrijpt dat het nodig is om rondom Schiphol die bedrijfsterreinen te ontwikkelen. En verder zijn overheden zoals de gemeente Amsterdam en Haarlem en meer in de provincie ook aandeelhouder van SADC en daarmee mede-eigenaar. Dank u wel, meneer Trommels. Graag gedaan. Ja, en hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van de eerste aflevering in het nieuwe jaar van Tros Actua in Bedrijf. Natuurlijk houden we ons altijd aanbevolen voor suggesties. Heeft u een bijzonder exportsucces geboekt, een prachtig nieuw product ontwikkeld of een fantastische uitvinding gedaan? Laat het ons weten. Ja, dan blijven wij tenminste in Bedrijf. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Dag.